Maar misschien mag ik wel kort iets persoonlijks zeggen bij deze 25-jarige viering. Ik ben namelijk de zoon van een oud collega van jullie. Mijn vader heeft in de jaren 50 bij wat toen de werkbeurs heette, voorloper van RVA en VDAB, gewerkt. Dus in die zin ben ik toch wel een beetje de zoon van een oud collega. Maar goed, als het over Limburg gaat, denk ik dat iedereen weet dat we voor bijzonder grote uitdagingen staan door de sluiting van Fort. We hebben een aantal problemen. Onze problemen zijn ook wat groter dan die in de andere provincies. Maar ik heb er wel ook alle vertrouwen in. Ik ben ervan overtuigd dat als we met alle partners, en dan heb ik het over alle openbare diensten, alle overheden, alle privépartners, alle ondernemers, als we ons schouders achter dat SALK-project zetten, dat strategisch actieplan Limburg Kwadraat, als we daar onze schouders achter zetten en samen ervoor zorgen dat hier een positieve sfeer heerst, een sfeer waarin mensen willen investeren, willen werken, dan geloof ik in een mooie toekomst van onze provincie.